Goed water is heel belangrijk. Waterkwaliteit, het moet schoon zijn. Zelf gebruiken we het meeste bassinwater. Dat is helemaal water wat opgevangen wordt door de kassen. Open grond betekent gewoon ja, uiteindelijk dat je gewoon echt in de grond zelf, zeg maar, zonder iets erop of kunstmatige substraten. Dat drainwater, zeg maar, gaat naar beneden toe. Ja. En daar hebben we een draineersysteem voor leggen op een meter. En dat wordt centraal opgevangen in een put. En dat gaat naar de drainsilo. Dat wordt via telemetrie door het, wordt het afgevoerd op de riolering. Nou ja, uiteindelijk zelf deed ik ook met drainwater. Dat gooide ik ook gewoon allemaal in de sloot. En allerlei soorten afvalwater, alles ging in de sloot. En ja, dat was normaal. En... Want we hebben met z'n allen afspraak natuurlijk dat we het water in principe allemaal in het riool moeten doen. En dat gebeurt jammer genoeg niet overal. En de handhaver, het waterschap, ja, die is aan het controleren. Uiteindelijk moet het met z'n allen het schoner worden. Want het is natuurlijk, wij telen biologisch, voor 85%. Ik gebruik ook chemie, maar ik heb goede middelen nodig. En zolang er nog heel veel in de sloot gevonden wordt, zal dat middelenpakket ook steeds kleiner worden. Tegenwoordig met vaste klanten natuurlijk, de klanten komen langs en tegenwoordig worden ze natuurlijk steeds wijzer en weten precies weten nou wat er gaat gebeuren natuurlijk. Sommige kopers hebben gewoon een lijstje gekregen wat voor middelen we niet mogen gebruiken als gewasbescherming. Die stellen gewoon eigen eisen van dat en dat mag er niet in zitten, anders hoeven ze niet. Ja. Dus, en die dingen zie je steeds meer komen, ja. Ik was een van de eerste in Vreese die met hemelwater begon en dat zie je nou toch meer komen. En in het algemeen hoor je natuurlijk wel de bewustzijn van water en op zich, dat wordt steeds groter natuurlijk. We zijn een jaar of 6 geleden 100% overgegaan op bassinwater, schonere meststoffen, om gewoon een beter drainwater te krijgen. Dus daarvoor gebruikten we slootwater, maar er zit best een en ander in, dus daar zijn we mee gestopt. Dan hebben we nu een jaar een proef lopen met recirculeren van drainwater. En we hopen over 1 of 2 jaar toch ook te gaan recirculeren om meststoffen te behouden en minder afvalwater te hebben. Dat we dan een gesloten watersysteem kunnen krijgen. Met z'n allen doen. Met z'n allen netjes als het riool doen. Dan is het allemaal netjes opgeruimd, worden de sloten schoner. En natuurlijk, er zijn natuurlijk zat plekken natuurlijk dat mensen natuurlijk een bedrijf hebben natuurlijk, en dat er pijpjes zitten dat ze er niet vanaf weten. Nou ja, jullie helpen erbij dus. Om die dingen op te sporen. Dat we het samen oplossen.